Het Oekraïense leger heeft het zwaar in het Donetsk-bekken. Край складно на донецьких напрямках і саме на Покровському протягом цих тижнів найбільша кількість російських штурмів. Dat is te zien op de kaart en dan vooral hier rond het dorpje ProRes. Daar zie je dat de Russen in de afgelopen maand en zeker ook in de afgelopen 11 dagen wat terreinwinst hebben geboekt. Het gaat om zo'n 10 kilometer in totaal. En daar zitten dorpjes bij die de Russen ook claimen. Zo ingezoomd lijkt het heel wat, maar is het verlies van die dorpjes en die paar kilometer nou zorgwekkend voor Oekraïne? Defensie-expert Patrick Polder zegt van wel. Iedere tactische overwinning, want zo'n dorpje is geen strategische overwinning, maar een tactische overwinning, kan er uiteindelijk toe leiden dat Rusland een strategische overwinning gaat behalen en dat is dan grote delen van het gebied weer in handen krijgen. En dat proberen de Russen te bereiken door hun doelen zorgvuldig uit te kiezen. Dat zijn dan vaak dorpen die knooppunten zijn van belangrijke wegen en spoorwegen om zo zelf meer terrein te winnen en om het de Oekraïners moeilijker te maken om te verdedigen. De Russen voeren de druk dus op en ze willen vanuit deze dorpjes uiteindelijk de strategische stad Pokrovsk innemen. Pokrovsk is namelijk een knooppunt van belangrijke wegen die de Oekraïners gebruiken om hun troepen te bevoorraden. Dus als je zo'n snelweg of zo'n hoofdweg kunt doorbreken, waar die Russen dan ook echt mee bezig zijn, ja, daarmee maken de Oekraïners wel weer moeilijker om op een andere plek de verdediging in te richten en vast te houden. Maar goed, de Russen zijn nog niet in de stad en hun opmars kost ze ook heel veel. Op 23 juli lukt het de Oekraïners om in die regio een Russisch gevechtsvliegtuig neer te halen. Naast materieel verliezen de Russen ook duizenden soldaten per week, terwijl Oekraïne zich soms juist terugtrekt om mensen te sparen. Maar zolang Rusland bereid blijft om zoveel mensen op te offeren, blijft het aan het front zwaar voor Oekraïne.